Het lijkt nog ver weg, maar de spelers en medewerkers van de Stichting Echte Revue zijn al maanden in de weer om eind mei, begin juni weer een nieuwe aflevering van de Echte Revue voor het voetlicht te brengen. In dit revuejournaal ligt revuevoorzitter Tom Smeets een tipje van de sluier van de 9e Echte Revue op. We gaan terug naar 1968, boerenfamilie, hier een echt met allerlei problemen die ze proberen het hoofd te bieden. En dat maakt het een geheel tot een heel interessant gebeuren, mag ik wel zeggen. Het thema is immigreren, althans dat gaat over de jongste zoon. Maar het thema is ook dat boerderijen in die tijd dus verder gingen denken dan alleen maar de boerderij zelf. Kampwinkel, boerderijcampings, dat soort zaken meer. Ja, man, kent je dat niet? Dat is Flipje. Ja, dat is Flipje. Dat is Flipje, ik heb moeten beten we. Ja. Dan maken ze al een heel reclame met voor fruit. Een beetje weer Pietje Pellen voor de fietsen. En wat moet u weer op de rit? Ja, nu weg zitten, dan zijn nu dat wordt. Dat wil fruit verkopen. Oh joh, dan verkoop je niet fruit. Eigen vers fruit doet door zijn eigen boer. En hier doet Holland. Wat moet ik met fruit doet Holland? Maar hier dat hier is met die vrachtwagens, is het toch kaafrot? Met alle fruit. De nieuwe Echte Revue heeft de naam Echte Weg gekregen. Daarachter een groot vraagteken. Echte Weg. Nou, Echt is normaal onze titel. Een weg, wil dit keer zeggen, is de vraag die we stellen. Gaat nou de hoofdpersoon in deze revue, gaat hij nou echt weg, ja of nee? Emigreert hij, ja of nee? En het antwoord, dat wordt duidelijk in de allerlaatste scène. Denk ik. Voor iedereen wordt het duidelijk. En toch kunnen de meningen daarover verschillend zijn. De Echte Revue is een grote organisatie bestaande uit louter vrijwilligers. De verschillende disciplines zijn al maanden actief. Op dit moment worden alle losse puzzelstukjes voorzichtig in elkaar gepast. We liggen prima op schema. We hebben nog 13 weken te gaan. Nog 13 wekelijke repetities. Maar zoals nu kan kijken, je kunt hier niet om je heen filmen, maar je ziet iedereen bezig. Het decor is bezig, de grim is al aan het nadenken, de naaidames zijn bezig. En dadelijk komen de dansdames komen hier. We liggen prima op schema. Ik denk zelfs dat de techniek zelfs vooruit kan zijn. De revue beschikt als een van de weinige verenigingen binnen Echt over een eigen zaalaccommodatie, inclusief repetitieruimte en opslag. Wij hebben geen accommodatieprobleem meer. Dat is opgelost door onze sponsor. De hal, wat de mensen al gewend zijn, daar spelen we al. Maar daar zijn nog bouwkundige aanpassingen verricht. We hebben een eigen kantine gekregen, opbergruimtes gekregen, zelfs een kleine kantoorruimte. We hebben een prachtig repetitielokaal, een mooie spiegelwand voor onze dansgroep, toiletgroep. Kortom, we hebben hier alles en dat betekent gewoon dat we over een aantal weken, we zijn nu op dit moment de bühne aan het opbouwen, kun je nagaan, en we zitten in net begin maart. Over een aantal weken gaan we voor lieverlee het hele theater opbouwen en in de laatste weken, voorafgaand aan de première, dan komen de doeken te hangen, dan komt het theatercafé en dan gaan we daar 3 weken aan 1 stuk door, gaan wij daar spelen. De verwachtingen voor deze nieuwe muziektheaterproductie van de Echte Revue zijn ook dit jaar hoog gespannen. Niet alleen bij het trouwe publiek, maar ook bij de medewerkers. Iedere keer leg je die lat wat hoger, maar je moet je afvragen, moet die veel hoger? Ik geloof het niet. Ik denk dat we vorige keer een hele goede revue hadden. Die gaan we deze keer ook halen. En zolang de spelers nog plezier hebben en alle mensen die meedoen nog plezier hebben en het technisch haalbaar is en financieel haalbaar is, zullen we kijken hoe hoog we die lat iedere keer leggen. Maar wat mij betreft hoeft die niet zo gek veel hoger meer. Ik ben en met mij denk ik heel veel mensen heel tevreden. Voor meer informatie over de Echte Revue, bezoek de website www.echterevue.nl. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, alhoewel 6 juni al een datum is die nu al behoorlijk vol begint te lopen. Dus wil je komen kijken, moet je er toch een beetje snel bij zijn. Kaarten verkrijgen we overigens bij drogisterij Martin Aarts. Heb ik het al verteld? Nee, nog niet. Hè? Daar kun je ze krijgen. Kopen. €12,50.